kregen we vroeg in de ochtend 30 mm regen. En we gingen met een gezin naar een oogstdag in de buurt. En ach, 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 wat was het nat. De geparkeerde auto's konden helemaal niet weg. Met paarden en met trekkers zijn de auto's van het terrein weggesleept. Om 11:30 werd het gelukkig droog en hebben we nog een hele mooie oogstdag gehad. Maar je ziet hoe nat het weer geworden is, dus je begrijpt dat er even tijd nodig voordat het land weer opdroogt. Maar we hopen met dit mooie weer dat dat gaat gebeuren. Wordt vervolgd. Feel it now with PS5.